Heb jij last van een kleine pik na het snuiven? Heb jij nooit geleerd hoe je nou een goede jonko rolt? Schaatsen jouw kaken sneller dan Sven Kramer? Dan heb ik dé oplossing voor jou. Stuur nu een DM naar @spuitenenslikken en krijg 3 tips helemaal gratis. In Jiva's DM beantwoord ik al jullie drugsvragen. Dit betekent niet dat jij ook drugs moet gebruiken. Wil je dat wel? Informeer jezelf vooraf dan goed. Voor professioneel advies verwijs ik je door naar Unity. www.unity.nl. Heb je drugs gebruikt en gaat er iets mis? Bel dan 112. Hey, je bent er weer. Wat goed. Je hebt op deze video geklikt omdat jij antwoorden zoekt op een belangrijk vraagstuk. En ik ben alwetend, dus ik zeg bring in de DM. Hoe draai ik een strakke jonko? Ja, Younes, ik snap je probleem. Want je wil natuurlijk niet voor lul staan met je dikke, asymmetrische, uit elkaar vallende joint. But you came to the right place, my friend. DM nu, naar Spuiten en Slikken. Ja, ik weet het nog goed. Toen ik mijn eerste jointje ging draaien. Ik dacht namelijk dat je gewoon meteen zou kunnen draaien. Dus ik had op internet gekeken wat ik nodig had, alles in huis gehaald. Ik was lekker bezig, maar het lukte gewoon niet. En op een gegeven moment kwam mijn moeder binnen en blijkbaar zag mijn joint er zo sneu uit dat mijn moeder hem voor mij heeft gedraaid. Gênant. Maar goed, inmiddels ben ik een doorgewinterd smoker en draai ik een joint in zo'n 2 minuten. Ik ga al mijn geheimen met jou delen. Tip! Hey, voordat je begint met draaien, moet ik je eerst even wegwijs maken in de wereld van de jonko-lingo. En daarom hier een snelle beginnerscursus. Vloei of vloe. Vloe is het dunne velletje dat je gebruikt om je joint in te rollen. En je kan vloe kopen in een koffieshop, maar ook in de supermarkt. Tip. De filtertip gebruik je als basis voor de joint. En een filtertip zorgt ervoor dat er geen stukjes tabak of cannabis in je mond komen. Daarnaast zorgt de tip ervoor dat het draaien makkelijker gaat. Grinder. De grinder is een vermaler voor je wiet. En je hebt grinders in allerlei soorten en maten. Maar voor jou als beginner is een basic exemplaar voldoende. En ik ga je zo haarfijn uitleggen hoe dat werkt. Brokkelen. Want hash kruimel je niet, dat brokkel je. Dus kom niet over als een noob en gebruik gewoon de juiste benaming. Cannabis. Hier kunnen we kort over zijn. Het is de verzamelnaam voor hash en wiet. Oké, je bent hard op weg om de Jonko Olympics te winnen. En je kunt nu naar de coffeeshop met deze lingo zonder over te komen als een groentje. See what I did there. Tijd voor het echte werk. Tip 2. Dan nu, het moment waar jullie allemaal op wachten. Het moment suprem. Zweet die handen al. Maak ze dan even droog, want niemand wil een natte joint. Ik ga je nu van top tot tip uitleggen hoe je de perfecte joint draait. Te beginnen met de benodigdheden. Men nemen voor 1 joint een tip, wiet, tabak, een grinder en lange vloer. Begin met het draaien van je tip. Maak een hoekje, die scheur je eraf. En dan draai je hem vanaf de punt langzaam in een rolletje. Dan neem je de vloe en die heeft een plakrand en een normale rand. En wat je wil is dat de plakrand naar boven toe gericht is en van je af. Dan leg je je tip in de vloe met de open kant naar binnen. Dan is het tijd om tabak toe te voegen aan je joint. In plaats van veel tijd te verliezen met het kruimelen van je sigaret, kun je ook gewoon over de plakrand heen likken, je sigaret openmaken en voilà. Dan is het tijd om je wiet in de grinder te doen. Omdat het THC-gehalte per wiet of hashsoort verschilt, is het moeilijk om een dosis aan te geven. Maar ik haal ongeveer 3 tot 4 joints uit 1 gram wiet of hash. Dan zet de deksel van de grinder er weer op en draai hem maar. En voilà, je wiet is gegrind. Dan voeg je dit toe aan de tabak. Je pakt de joint vast met je rechterhand bij de tip. Je linkerhand zet je daarvoor boven de cannabis en de tabak. Dus je draait niet op de joint met je vingers, maar erboven. En dan begin je langzaam met je linkerhand te schuiven naar links. En denk erom, je mag er best even je tijd voor nemen. Nu komt het op gevoel aan. Terwijl je langzaam je hand naar buiten beweegt. Als je tevreden bent over de vorm, komt het belangrijkste en moeilijkste moment, het indraaien. En hiervoor begin je weer bij de tip en zorg je ervoor dat het hoekje langzaam om de tip heen wordt gedraaid. Dan hoef je hem alleen nog maar te likken en draai je hem helemaal rond. Dan aanstampen en je joint.
Lukt het jou nou niet om een strakke joint te draaien? Is je pauze maar een kwartier en heb je wel zin in een dikke joint? Zoek dan niet verder. Hier is de Turbo 2000 Joint Roller. Speciaal voor de luiersmokers onder ons. En zeg nou zelf, wie is dat niet? En tabak erin. Hoppatee. Ratatatatata. Tip, wat boem. Wiet erbij. En dichtgooien. De achterkant naar achter. Even likkie eraan. En de voorkant naar voren. En patsboom. Klaar. De Joint Roller 2000 Turbo. Tip 3. Lieve doorgewinterde stoners. Dit is een open brief aan jullie. Er is mij namelijk ter oren gekomen dat jullie mensen die voorgedraaide joints halen pesten. Naroepen. Uitjoelen. Met de grond gelijk maken. En waarom? Het moet klaar zijn met dit elitaire gedoe. Als jij je lief groentje gewoon bij je plaatselijke wietboer graag een voorgedraaide joint wil halen, dan moet je dat gewoon doen. Je hoeft niet met je plaksnoor naar binnen te gaan en je zonnebril. En je hoeft je niet te schamen om met je hulsje naar buiten te komen uit de shoppa. Vergeet die afkeurende blikken van stamgasten in de coffeeshop en haal gewoon je voorgedraaide jointje. It's a free world. Jij de vraag, zij het aanbod, iedereen blij. En mocht je het toch nog te beschamend vinden, dan kan je er altijd voor kiezen om te roken met een bong of met een pijpje. Ik heb hier deze twee prachtige modelletjes voor je. Kan je lekker smoken zonder dat mensen doorhebben dat je eigenlijk helemaal niet kan draaien. En dan is het tijd om je joint aan te steken. Smokes allemaal! Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe DM. Misschien wel die van jou. Heb jij nou een vraag of een DM? Stuur hem dan naar het account van Spuiten en Slikken. En wie weet beantwoorden wij je al je drugsvragen. En voor 0 euro per maand kan jij je ook gratis abonneren op het blog van Spuiten en Slikken. Doei!